Goedemiddag allemaal en welkom bij deze speciale highlights video van de stream die we eigenlijk gisteren hebben gehad. En het zegt het al, Pokémon Nuzlocke. Ja, Pokémon Randomizer Nuzlocke. Gisteren, lang verhaal kort te maken, we hadden een leuk idee. We waren met een randomizer bezig en dan Nuzlocke, want het leek ons leuk. En toen zijn we gaan streamen, want het was weer lang geleden. En die stream is best wel lang doorgegaan en we hebben heel veel leuke highlights die jullie dus op het einde, na dit geleuter gaan zien. Het grappige is, ik wil jullie hier heel eventjes vertellen wat de regels zijn, want anders zou je die highlights niet snappen. De Nuzlocke Challenge die wij doen is, het is een randomizer. Dat wil zeggen dat de Pokémon gerandomized zijn, de starts zijn gerandomized, de moves die zijn gerandomized, de items die je vindt zijn gerandomized, de Pokémon Legendaries, dus de echte Sprite Pokémon die je tegenkomen, die zijn gerandomized, trainernamen die zijn gerandomized, stats die zijn hetzelfde. Dus heb je een stat, dus Espeon is nog steeds bijvoorbeeld een special attacker en Umbreon is nog steeds een defensive wall. Dus de stats zijn nog allemaal hetzelfde. Types zijn nog allemaal hetzelfde, maar de rest is eigenlijk allemaal gerandomized. Nou, nogmaals, het is een Nuzlocke. Nuzlocke, dat wil zeggen, als je Pokémon feint, dus geen HP meer heeft, dan is hij niet gefeint. Het is een hele duistere challenge, dan is hij dus neer, dan is hij dood, kun je hem niet meer gebruiken. Zo erg duister is het. Een soort van hardcore met Pokémon. Op elke route mag je één extra Pokémon vangen. Dus elke route waar dat je komt, mag je een nieuw Pokémon. De eerste Pokémon die je tegenkomt, moet je dan vangen. Versla je die per ongeluk, dan heb je voor die route geen Pokémon meer. En heb je geen Pokémon, dan is het einde oefening. Dan is die challenge voorbij. Dus je begint met je starter, heel erg leuk. Dit zijn een beetje de highlights. Dit gaat geen serie worden op YouTube. Maar mochten we inderdaad leuke highlights hebben, dan krijg je gewoon zo'n YouTube video's met de highlights. En dat is altijd heel erg leuk. Wil je er live bij zijn? Vanavond om 7 uur, dat is om precies te zijn een paar uurtjes. Vandaag, 14 juli. Vandaag om 7 uur gaan wij dus weer live en dan ga ik weer verder met de Nuzlocke. En dan gaan we gewoon kijken hoe ver dat we daar komen. We zijn op het moment bij Buxy, hebben we net verslagen. Of moet ik zeggen, insert spoiler, want het is in de video te zien. Ik wens jullie gewoon veel plezier. Hoop dat jullie deze leuk vinden. Laat reacties weten in de comments als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En misschien zie ik jullie vanavond wel 7 uur op Twitch. Oh ja, Twitch. Link staat in de beschrijving. Dus zoek je de Twitch. Er waren nog heel veel vragen over. Zoek je de Twitch link. Die staat in de beschrijving. Kom je automatisch kijken wat het kanaal krijgt. In ieder geval, hier de highlights. Veel plezier. Ik denk dat die YouTube ook heel... Yay, dankjewel Stupid Timmermans! Now Stefan hier hebje en Eurovang me om daar het tok al en heel dit klinkt niet! En direct met de nieuwe animatie bij... Twitch, het is NIET veel meek hoop datjera BLI Jamie Benton. Naturally hashtag Pokemon Randomizer Hype XD. Oké, ik ga het zelf heel eventjes neerzetten. Nou Stefan, hier heb je een euro van me, omdat het toch al een tijd geleden is dat ik je gezien heb hier op Twitch. Het is niet veel, maar ik hoop dat je er blij mee bent. En natuurlijk, hashtag Pokémon Randomizer Hype. Yay, dankjewel Snoopy. Deze TV! Oh, dit is al gelijk een reference eigenlijk naar Pokémon Crystal Let's Play, Crobat Happiness. Of hoe had ik hem daar ook alweer genoemd? Was het niet Zeritant? Zeritant, ja! Worry Seed, Leech Life, Psycho Cut en Knock-Off! Wow! Maar ja, we weten natuurlijk niet wat voor aanvallen dat Tapbeest kan. Zoals Blizzard! Als die raakt, was dat ook heel veel schade kunnen doen. Ja. Dankjewel, Snoopy Timmermans, voor die 1 euro! Wat zit daar nou bij? Hier heb je mijn laatste euro van de dag, Stefan. Ik hoop dat Eevee het ijsje zal smaken. En Stefan, ga je Paper Mario ooit een RPG doen? Dat je gedoneerd hebt vooruit dan stream only spoilers. Ik ben van plan om na Paper Mario... Oh, we hebben een luxury bal! We hebben nu maar één bal. En die moeten we gaan gebruiken op een Jinx. Ik moet stoppen met naar jou te luisteren. Sorry. Oftewel, op deze route mogen we nou geen Pokémon meer vangen. Schoolgirl Malcolm. Schoolgirl Malcolm. Het is Zigzagoon! Attack order? Dat is een move van... die kan niet gevangen worden. See, just like that! Dat is een heel slechte tutorial om je Pokémon te vangen. Daarom is Magikarp degene die dingen uitlegt.
better to lower your target's HP more than I. He's so low, you killed him! Oh, Rob! Make you sleep! Je bedoelt hier een eindeloos. Oh, mijn god! Nou, en onze eerste Pokémon die wij proberen te vangen is een. Why not? Volgens mij kan je tekens. Ja, ja. Waarom niet? Waar is die Snol nou? Ik wilde vertellen hoe dat je Pokémon echt vangt. Weet je wat, we doen gewoon even ze allebei weg. Dat was eng. Yep. Yay. Hydrocannon. Ja, tuurlijk. Worry Seed, weg ermee. Ja. Give and Tyrone. Dit kan heel interessant zijn. Hit me niet. Ja, die vind ik goed. Hit me niet. Dat was een domme keus. Overleef het! Ah! Oh, critical. Plus ook een ziekte. Hey. Nee. Hey. Waarom nou? Hydrocannon! Nee! Nee! Oh! Wow. Stout! Waarom? Mam, stop nou eens met bellen. Ik ben met randomizer bezig. We gaan voor Nico. Oh, en die hadden we bel me niet. Bel me niet. Oh, dat had eigenlijk ook geniaal geweest. Dus we hebben nog drie of vier plekken. Sorry. Oef. Zelfs met... Nee! Oh. Niet cool! Dat is niet cool. Livion, dat is niet cool. Ik zou bijna zeggen, dat is niet lief. Ja, maar ik kan Livion niet lief noemen. Ik ga gewoon, denk ik, ballen er naartoe gooien. Kom op, Livion. 1, 2, 3. Yes! Yes! Oh, leave me niet! Kick me niet! Oh, Mew, dit is geweldig! Het enige nadeel is, ik kan nou geen aanval meer gebruiken. Oh! Nee! Switch! Ah! Nou ja, het was te proberen. Plus, het is hartstikke gevaarlijk in verband met ik heb al twee Pokémon die nou burnt zijn. Ik weet niet of ik die Leafeon hier echt even moet gebruiken. Ik durf het niet. Dit kan best wel. Hij heet Mark! Weightlifter Mark! Oh, mooi. Schil. Ah! 1, 2... 3. Yes! Oh, yes! Oh, we hebben weer Pokémon erbij en een goede ook. There's a TV! Oké. Okay. Ja, knock-off, dat kilt hem sowieso. Ik zou gewoon niet slijven, dan krijg je ook nog een HP erbij. Ja, maar... Ah! Wat? It's an ability aftermath! Wat? Nee! Hoe moest ik dat weten? Deze Pokémon boeit me niet. Zijn nickname! Spiky Carp! Clone is van wat je eigenlijk al... Ah! Je vangt op. Vind je erg? Dat vind ik wel erg. Maar volgens mij is dat zelfmoord. Hij pleegt zelfmoord. Arceus. Dat gebeurt er als je Arceus dus vangt als een... kleine trainer die Pokémon vangt. Die snapt niks wat je met een Arceus kan. 1, 2, 3, klik! Ah!
Ja, dan hoort hij eigenlijk ook in het team thuis. Probeer een Pokémon te vangen. Oké. Master Ball! Espeon! Master Ball! Ja, natuurlijk. Dan hoef je hem niet eens te verzwakken. Master Ball! Boeit me niet dat ik een Master Ball gebruik! What are the odds? Waddles! 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 Oeh. Eevee. Mew. Bah! Oeh, light screen. Special defense. En daar is die breedbeurt waar ik bang voor was. Nee! Oh nee, Johnny! Johnny! Zullen we kijken wel hoe best. Jij bent aan! Wat? Wat? Jij ging slapen! Een weightlifter! Ah! Wat? Hit me niet! Dit was zo not fair! En we hebben geen idee wat TM89 is. Mean game! Serieus. The game is giving you a mean look. Ik denk jullie wat kijken, jongens. Doei! Doei! Others.